Dit is Prunus avium plena. En Prunus avium plena is een variant van de gewone Prunus avium. Alleen het grootste verschil is dat deze steriel is. En hij heeft dubbele bloemen. Dus dat wil zeggen, hij krijgt uiteindelijk nooit vruchten. Dus het is ideaal als je die bomen vlakbij een terras wilt zetten. Of in een park waar je juist geen vruchten wilt hebben die op de tegels vallen. Bijvoorbeeld die iets vuil maken. Verder zijn de bloemen zijn heel mooi gevuld. Die hangen een beetje omlaag. En het is een boom die normaal gesproken zo half april, begin mei gaat bloeien. Dit jaar zijn ze wel vrij vroeg in bloeien, moet ik zeggen. Hij houdt ook van kalkrijke grond, daar groeit hij juist extra goed op. Het is ook een boom die goed tegen wind is, kan. Hij is heel goed stevig verankerd met zijn wortel. Een krachtige groeier en hij wordt uiteindelijk 1,8 meter tot 1,12 meter hoog. Ook heeft hij een hele fraaie herfstkleur, oranje-rood in de herfst. Al met al een hele mooie boom, Prunus avium plena.